is weer woensdag en deze week ga ik met jullie hebben over hoe hou je toch je huisje lekker fris ruikend. Hoe kunnen we nu ons huis lekker laten ruiken zonder dat het kapitalen kost? Echt waar, waar ik ook kom, nou hele rijen met flessen en sprays en weet ik veel, met het ene spraytje voel ik me alsof ik op de Himalaya ben. Maar ik ben gewoon thuis in mijn kamer. En vroeger hadden we dat allemaal niet. We hadden helemaal geen spraytjes en flesjes en dingetjes. Wat hadden wij? We hadden gewoon ramen en deuren die we open deden. En we lieten heerlijke, frisse, verse lucht binnenkomen. Waardoor je huisje, jij, je meubilair weer helemaal opknapte. En het gewoon heerlijk lekker fris ruikt. Ja, gewoon lekker. Dus, mijn eerste tip is luchten, luchten, luchten. En wees ook niet bang dat je kou vat. Ach wel nee, lucht is lucht. Dus bij mij is 's morgens vroeg. Ik kom mijn bed uit, ik sla mijn beddengoed open. De ramen gaan open, hier, daar, overal. En dan, oh heerlijk. Dan begin je gewoon al helemaal energiek te voelen. En, want zo is het ook, vroeger, toen het nog niet zo goed geïsoleerd waren, die huizen, had je bijvoorbeeld wel verwarmingselementen. En daar hingen dan bakjes aan waar je water in deed. Omdat het vaak te droog werd in huis. He, en dan kreeg je hoofdpijn en dan zat je samen zo op de bank. Nou, als je zo samen op de bank naar de tv zit te kijken, dan ga je aan mij denken en dan denk je, oh ja, ze had gezegd even die deuren open. Want we krijgen veel te weinig zuurstof in huis. Dus even open, weg is je hoofdpijn. Dan hoef je ook al die pillen niet te slikken. Nou, of dat een tip is? Ah. Tip 2, nou die vind ik eigenlijk heel erg leuk. Want nu roken we niet meer, we mogen dit niet meer, we mogen dat niet meer. Maar toen ik klein was, stond er op tafel een kokertje met sigaretten zonder filter, een kokertje met filter, grote asbakken vol met as en zo. En niemand die binnenkwam zei van, goh, wat stinkt het hier nou naar sigaretten? Nee, we roken het niet eens. Nu, als er maar één iemand binnen durft te komen die nog rookt, die wordt meteen naar buiten gewezen. En je rookt daar je sigaretje maar niet meer binnen. En wat wij vroeger deden, en dat hielp heel goed, maar nog steeds. En dat is dus niet alleen maar als je niet meer sigaret rookt, maar ook voor andere geurtjes, etensgeurtjes of je nicht kwam langs en die had een hele vieze parfum op en dat blijft dan ook zo hangen. Wij hadden dan gewoon schaaltjes met natuurazijn en die zetten we bovenop de kast, hier of daar, of tussen de boeken. Nou, en dat deden we 's avonds voordat we naar bed gingen. En de volgende ochtend kwam je beneden en dan van sigaretten of stinkende parfums, niks meer te ruiken. Helemaal weer zo fris en vrolijk dat je de dag weer kon beginnen. Ja, azijn, geweldig. Tip 3. Nou, dan zou je ook bakjes kunnen vullen met sodakorreltjes of baking soda. Dat is het nieuwe woord tegenwoordig. Maar ook nog koffiedik. Ja, koffiedik, dat ontgeurt ook heel erg. En soda ook. En het voordeel van soda, ik heb het even niet over baking soda, want ik ben wat langer opgevoed met soda korreltjes. Is er te veel vocht in je huis, wat kan doordat je natuurlijk niet genoeg lucht, dan neemt die soda ook nog het vocht mee. Dus het ontgeurt en het ontvocht. Top. Tip 4. Nou, die vind ik zelf hartstikke leuk, want ik ben niet zo'n stofzuiger, zeg ik eerlijk. Maar om het voor mezelf leuk te maken, heb ik, ik heb altijd zeepkorrels in huis. Dus dan ga ik zo als een straal met zeepkorrels over het tapijt. En zou je denken, nou, die is ook gek geworden. Nee, want dan ga ik vervolgens met mijn stofzuiger, want het is ook leuk, want je vergeet er niet één plekje. Dus ik doe mijn stofzuiger aan en ik ga achter mijn zeepkorreltjes aan.
Maar wat is nou waardoor het zo lekker fris gaat ruiken? Nou, die motor van die stofzuiger, die wordt natuurlijk heet. Ik zuig die zeepkorrels op en door de warmte van de motor komt de geur van jouw zeepkorrels vrij. Nou mens, je hebt een huis zo lekker alsof je het helemaal in de wasmachine hebt gedaan. Heerlijk! Ik geef nog een heel klein tipje toe. Mijn oma vroeger, die had dan een pannetje op het gas staan en daar deed ze van die vanille staafjes in. En dat rookt toch lekker door het huis? Nou, ik ga het vanavond ook weer eens doen. Leuk! Zo, dit waren weer mijn tips voor deze week en ik hoop dat je weer heel veel aan hebt. En ik ben natuurlijk ook altijd heel erg nieuwsgierig naar jullie tips, hè? Of vraagjes. En die plaats je dan hier. Oké, nou tot de volgende week weer. Dag!